Ik weet wel van mezelf in ieder geval, ik wil niet meer voorkomen. Welke keuze ook maken in het leven, dat was niet tof voorkomen. Ja, maar ik had een gozer geslagen en kijk, voor alle duidelijkheid, ik kreeg ruzie met hem tijdens een stap en het was hij of ik. En ja, aangezien ik nogal moeite heb om te kiezen voor mezelf, ja, werd hij het. Hij koos daarna voor om aangifte te doen, dat had voor mij niet echt hoeven eigenlijk. Nee, is toch klaar? Hij wilde ook vechten, hij heeft verloren, dan is het toch klaar? Hè? Nog achter mijn rug lopen lullen met de politie? Waarom is het nou zo stil nou ineens? Ben ik nou niet maf, Kees? Ja, het is toch zo, hij wilde vechten, dan is het toch klaar? De rechter maakt ook geen grap, hoor. Kijk, wat het ook zo is, we zijn allemaal goed in dingen. Daar gaat het om, toch? We zijn allemaal goed, dat is gewoon de natuur, toch? Dat is de balans in het leven, ja? De politie heeft niks mee te maken, ja? Ik kan goed vechten, die gozer, die kon goed klappen krijgen, snap je? De rechter maakt ook geen grap, hoor. Die ging er vol in. Zijn is hallo tegen mij. U heeft een flink goed geraakt. Ziet u perfect sport? Ik zei, ten eerste, dankjewel man. Ik heb het best gedaan. Ja, klonk als een compliment toch? Gaf ook de foto's voor zich. Ik zei, flink goed geraakt, gozer. Netjes. Dus ik ging gewoon rustig uitleggen. Ja, ik zit op kickboxen. Ik doe niet meer zo fanatiek als voorheen. Ik heb wedstrijden gevochten. Nu doe ik gewoon, weet je, gewoon voor de sport en zo. En toen onderbrak hij me. Oké, je kan vechten, ja. Had je hem niet zo vaak moeten slaan. En om eerlijk te zijn, daar ben ik volledig mee eens. Maar wat het was, ik had een tijdje niet getraind. Ja, ik moest even inkomen. Ik had ook liefst gehad in één keer neerging, maar die gozer bleef staan. Wat moet ik dan doen? Stoppen? Dat heb ik niet geleerd. Kickboxen is een mooie sport, hè? Prachtige sport. Heel goed voor je ook, hè? Nederland zijn ongelooflijk goed en jarenlang al. Top over de hele wereld. Nederlanders. Wel een harde sport, je moet tegen een stootje kunnen. Mijn rib is een keer gebroken. Ja, mijn neus. Heftig stil is toch wel trap tegen de ballen. Maar dat geldt voor elke sport. Alleen de kickbox is gewoon een kans groter, man. Je hebt wel een tokkel, maar bij mij was er sprake die dag van, ja, bal buiten de tok. Ja man, per ongeluk hè, valt het daar uit. Dus nu ik ga sparren, dat ik eentje erbuiten doe. Oké, goos, jij ook hè. Kom op, next level dit. Eigenlijk was hij niet zeer de buiten man, hij was meer de tussen zeg maar. Ja, tussen het rubberen gedeelte van de tok en spier van de lies. Tussenbal, type spijn situatie, dat is de officiële Latijnse benaming daarvoor. Tussenbal, type spijn situatie, google maar, als je mij niet gelooft. Ja, het is raar hoe dat werkt, hè, trouwens, met de trap tegen je ballen. Hoe harder de trap, hoe langer het duurt voordat je de pijn voelt. Mannen weten dat. Als je een snelle trap krijgt, denk ik, ah, tyfus, die voel je gelijk. Maar een volle trap, het duurt gewoon 1,5 seconde voordat je de pijn voelt. Het is alsof je lichaam zegt van, oké, goh, zich gaat pijn, nu ga ik. Ja, we geven je even de tijd, ga zitten, zometeen wil je ma bellen, je gaat kotsen. Je gaat nergens over. Hoe dan ook, ik ging naar de dokter toe, oké? Op een gegeven moment. Kijk, de dokter weet dat ik de sport doe. Dan zeg ik, ik heb daar en daar last. En dan neemt hij het over. Toch? Dan is het zijn beurt, weet je wel. Dan zeg ik, nou, ga even zitten daar. Ik heb net een nieuwe papieren op het bankje gedaan. Sowieso lult hij, maar het maakt niet uit. En dan ga je erop zitten. Desbetreffende dag ging niet zo. Ik kom binnen en zeg, ja man, ik heb een trap gehad tegen mijn ballen, man, tijdens het trainen. Hij zegt, joh, heb je geen tok om dan? Ik zeg, jawel, maar zeg maar, de tussen. Tussenbalatieve spijn situatie. Ja. Ja, precies. Dus hij kon gelijk dat hoofdstuk open doen, dat scheelde weer. Maar toen zei hij verder niks, toen keek hij gewoon aan zo. Dan denk ik, ja, hallo, jij bent weer nu, toch? Snap je nu de situatie of niet? Om nu verder te gaan, moet ik blijkbaar nu aan hem vragen of hij even wil kijken naar mijn ballen. Maar dat is heel ongemakkelijk om dat aan een andere fan te vragen, weet je wel. Dat is volop kwetsbaar, man. Dus ik zei, ja, wil je dan even kijken naar mijn ballen of zo? Ik weet niet. Ik zweer het je, dit was zijn reactie. Nee joh, niet kijken naar je ballen. Ik zie gelijk door naar het ziekenhuis, dan gaan hun kijken voor een echo. En denk, nou, dat was wat je wilt toch, hij is ook alleen maar een tussenpersoon. Maar toch voelde het niet helemaal fijn. Ik denk, hoezo wil je niet kijken naar mijn ballen? Hè? Wat is hier nou aan de hand? Voelde persoonlijk man, ik voelde me beledigd. Ik denk, ja, kut, sorry, hoezo, hè? Wat is hier aan de hand nou? Hè? Het is gewoon, je bent een dokter, je moet gewoon alles doen. Ja, vandaag alles behalve ballen vandaag, oké? Niks ervan. Ik ga nog steeds een keertje terug, gewoon puur uit principe. Hij moet gewoon een keertje kijken naar mijn ballen. Kom ik terug en zeg, ja, ik heb last van mijn knie, gozer, helemaal niet tegen, laat mijn fucking bal in je. Maar dat was het begin, ja. Helaas nog niet afgelopen. Ik ging naar het ziekenhuis toe. Nou, er zijn genoeg mensen hier, denk ik, die ooit naar een ziekenhuis zijn geweest voor een echo. Je weet hoe het daar werkt. Er wordt gel gesmeerd op de plek van de echo. Volop gel. Veel te veel gel. Fucking glad. Ik ben bijna van de bankje af. Ja, veel te veel. Ze vindt het gewoon leuk om te doen. Daar komt het op neer. Ging nergens over, man. En het rare is gewoon één vrouw die dat doet. Die smeert. Dat is gewoon haar werk, man. Kijk, het maakt niet uit dat je een vrouw bent. Het maakt ook niet uit dat dat je werk is. Maar het is wel raar. Want je bouwt toch een beetje een band op met die persoon. Smeert je bal in en ineens gaat ze weg, man. Ja, toch? Denk je, hey, waar ga je heen? En smeer je bal in. Oké, doei. Denk, doei, hoezo? Waar ga je heen dan? Ik mis je nu al. Mag ik? Bel me later. Gaat ze weg.
Ben je daar zo volop kwetsbaar? Hè? Ik heb alleen een shirtje aan, helemaal naakt. Hè? Schoenen en sok ook uit, netjes. Ik vind dat ze gewoon van tevoren moet uitleggen, dan weet je waar je aan toe bent, toch? Als je binnenkomt. Hè? Dan kun je mentaal voorbereiden. Kom je binnen. Dag, meneer Laurij. Ja, heel vervelend van je ballen. Wat we gaan doen? We gaan een echo laten maken. Hè? Ja. En er is een vrouw die hier werkt. En die enige wat zij doet is uw ballen insmeren met gel. Wat zij doet, ja? Op een gegeven moment is best wel veel gel, eigenlijk. Veel te veel gel, zou ik kunnen zeggen. Op een gegeven moment ga je afvragen, is het nodig, joh, zoveel gel? Nee, is niet echt nodig. Het is een beetje een apart meisje. Het is heel moeilijk iemand te vinden voor dit soort werk. Nou, we gaan naar binnen. Veel plezier. Minstens wat we kunnen doen. Dan ben je mentaal voorbereid. Ga je daarover nadenken terwijl je daar zit. Ik moest 5 minuten wachten. 5, dat zijn lange minuten hoor. Als je geen idee wat er gaat gebeuren. Ik werd helemaal para daar. Weet je, ik werd helemaal onzeker ook. Ik begon ook te twijfelen. Ja, kut, sorry. Denk die vrouw hier wel van net? Daar is een van de mafkees. Ja, die niks te doen had. Ik ga ballen insmeren vandaag. Ik ben helemaal onzeker, man. Dat ik de dokter kom. Hey, heb jij je eigen ballen ingesmeerd hier ook? Moet niet aan die spullen zitten hier. Dat kost geld. Veel te veel ook, zie ik. Ga nergens over. Zoveel. Wat? Nee, man. Ik heb mijn eigen ballen niet ingesmeerd. Er is een vrouw die hier werkt. Een van jullie die heeft dat gedaan. Ja, sorry. Ik weet niet wie dat is, meneer Laurij. Maar die werkt hier niet. Ik ben een dokter. Ik moet niet zomaar iemand aan uw ballen laten zitten, meneer Laurij. Zeker nu dat u last hebt, moet u een beetje voorzichtig zijn met de ballen. Oh shit man, wat gaan we nu dan doen, dokter? Ja, nou ja, veeg maar schoon hè, we gaan het opnieuw doen.